Welkom bij het FD campagnejournaal van dinsdag 11 september. Het is de laatste campagnedag en het is ongemeen spannend. Het is weer net als de vorige keer in 2010 een nek aan nek race tussen de Partij van de Arbeid en de VVD van Mark Rutte. In 2010 scheelde 80.000 stemmen in het voordeel van Rutte, maar of hij het dit keer weer gaat halen, we zullen het zien. Gisteravond een uiterst sterk optreden van Samsom in Nieuwsuur in een rechtstreeks debat met Rutte. Hij deed het heel erg goed en de premier zat duidelijk in het defensief. Vanavond is het laatste debat bij de NOS om 9:40. Dan zitten alle 8 aan de lijsttrekkers daar en debatteren. En Rutte zal ook daar degene zijn die zal worden aangevallen. Dus het is geen prettig vooruitzicht voor de demissionaire premier. Als je met één woord zou moeten samenvatten hoe die laatste campagnedagen, hoe die treffend moeten worden verwoord, dan zou dat bangmakerij zijn. Gisteren was het verhaal dat over de ZZP'ers en die in het Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma gepakt worden en voor het feit dat ze zelfstandigen zijn zonder personeel en mee moeten betalen aan het terugdringen van het begrotingstekort. Vandaag groot in de Telegraaf, MKB Nederland, de belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf, die waarschuwt voor een coalitie waarin de Partij van de Arbeid zit of de Socialistische Partij, omdat die partijen de lasten voor het bedrijfsleven zouden verhogen. Nou, morgen is het zover. Om 7:30 ochtends gaan de stembussen open. Kan iedereen stemmen tot 9:00 s'avonds in de meeste gevallen. Politici in Den Haag zullen toch, en ook ondernemers, toch met een schuin oog kijken naar wat er morgen in Duitsland wordt beslist. Want daar gaat het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beslissen of Duitsland mag instemmen met het ESM-verdrag. Het nieuwe Europese noodfonds voor zwakke eurolanden. Mocht dat onverhoopt ertoe leiden dat Duitsland niet mee mag doen aan dat verdrag, ja, dan zou dat nog wel eens van invloed kunnen zijn op de verkiezingsuitslag in Nederland. Marginaal misschien, maar toch. Want dan moet ook een nieuw Nederlands kabinet opnieuw in de buidel tasten en een nieuwe oplossing bedenken voor de Europese schuldencrisis.